Hallo, ik ben Joke de Kok. Ik ben 54 jaar en ik woon in de buurt van Breda. Ik sta voor de Partij van de Arbeid op nummer 12 bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ik ben geboren en getogen Brabanter. En de afgelopen jaren heb ik me heel erg bezig gehouden met de schuldhulpverlening. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de branche van schuldhulpverlening en heb ik gezien hoe ontzettend ingewikkeld en complex ons wet en regelgeving is. De economie trekt aan, de arbeidsmarkt trekt aan, maar 1,2 miljoen huishoudens blijven in armoede achter als we niet heel goed opletten. Dat is precies de reden waarom ik me verkiesbaar heb gesteld voor de Tweede Kamer. Iedereen moet mee kunnen doen. Iedereen moet een kans krijgen. Die schulden moeten opgelost worden en de armoede moet Nederland uit. Stem op mij, 15 maart, nummer 12, lijst 2. Dankjewel.